Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes. Heel veel jongens en meisjes. Ja, Marcelle Hendricks ben ik, voor degenen die mij niet kennen. Vaak in de hoedanigheid van wethouder en vandaag in de hoedanigheid van lokale burgemeester. En aan het einde van deze muzikale dag zou ik graag van de gelegenheid gebruik willen maken om even het woord tot u te richten. En zoals u ziet doe ik dat wat officieel en misschien ook wel wat anders dan dat ik dat normaal doe. Allereerst wil ik de Balance Sound Big Band onder leiding van Piet van Kampenhout van harte feliciteren met het 40-jarig jubileum. Geweldig! U ziet er nog fris en fruitig uit voor 40 jaar. Moet ik daar iets op antwoorden? Nee hoor, u mag gewoon zeggen dankjewel. Dankjewel. Kijk, hij ging gelijk naar mijn lengte. Even kijken, zo. Maar zoals u weet is dat niet het enige jubileum dat we dit jaar vieren. Want op 16 februari van dit jaar stond ik hier ook om het jubileumjaar van Factorium af te trappen met een galavoorstelling ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan. En ik hoop dat u, als u vanmiddag mee bent geweest op het muziektoertje Tilburg, hebt genoten van de pop-up concerten op de diverse locaties in onze stad. Wederom een mooi event in dit feestelijke jubileumjaar. En volgens mij was het vooral hier en buiten. Zo hebt u kunnen genieten van de ode aan de Tilburgse Revue, van Jong Talent, van de Sexo Factory en hier van het Kessels Quartet. En bij de woorden Tilburgse Revue, Paradox, Sexo Factory en Kessels Quartet is er eigenlijk maar één naam die onlosmakelijk is verbonden met dit rijtje. En nou richt ik me tot jou. Want ik heb het natuurlijk dan over Laurent van der Zanden. Beste Laurent, hier staat kom er eens bij staan, maar je mag best wel lekker blijven zitten voor mij. Zit er zo mooi, dus blijf lekker zitten. Want we hebben vandaag nog iets te vieren. Na ruim 42 jaar neem je afscheid als docent bij het Factorium. En hoe had jij je carrière als docent saxofoon beter af kunnen sluiten dan met het bijzondere muziektoertje Tilburg van vanmiddag? Dat tevens voor jou het laatste grote event is dat je hebt georganiseerd bij Factorium. En dat Factorium 150 jaar bestaat, is te danken aan mensen zoals jij. Je hebt in die ruim 42 jaar een stevige stempel gedrukt op het muziekonderwijs in onze stad. Je staat bekend als een zeer gedreven docent die op enthousiaste wijze zijn cursussen inspireerde en stimuleerde om tot het uiterste van hun mogelijkheden in hun eigen muzikale carrière of ontwikkeling te gaan. En niets was jou als docent te veel. En dat hoor ik van heel veel mensen. Zo gaf je naast reguliere lessen in je vrije tijd vaak extra lessen aan cursisten, zeker wanneer er sprake was van ziekte. En meer dan eens bezocht je leerlingen thuis, als ze door welke omstandigheden dan ook niet in staat waren om de les te volgen. Als wethouder jeugdhulp vind ik dat ook heel bijzonder. Dat is volgens mij de manier waarop we het misschien wel allemaal zouden moeten doen in deze stad. En je stimuleerde je leerlingen om naast de lessen ook mee te doen aan het ensemblespel, zodat ze leren om samen ook muziek te maken. En de vele saxofoonensembles, van beginners tot gevorderden, die jij gedurende de vele jaren leidde, hebben onder jouw leiding veelvuldig opgetreden op de diverse podia in onze stad. Dat was niet alleen belangrijk voor de cursisten, dames en heren, maar daarmee heb je ook het Factorium op de kaart gezet als hoogniveau, als een plek waar hoogniveau via de muziek naar buiten stroomt. En je staat bekend als iemand die dat altijd, maar dan ook altijd vrolijk doet. Dat zie je alleen al aan jouw ogen, vind ik zelf. Een man met een uitstekend enthousiasme en een grote deskundigheid. Niets voor niets wilden de cursisten speciaal van jou les krijgen. En veel van jouw leerlingen zijn in de loop van de jaren doorgestroomd naar de diverse conservatoria in het land. En een aantal van jouw oud-leerlingen heeft zelfs landelijke bekendheid. En daar mag je best heel trots op zijn. Dat ben je hopelijk ook. Onder andere Andreas van Zoelen, die nu uitvoerend muzikus is en docent hoofdvak saxofoon aan de Academy of Music and Performing Arts van het Fontys hier in Tilburg. AMPA. En met hem en een aantal andere docenten richtte je in 2001 het Kessels Saxofoon Orkest op. Daar is vast al veel over gezegd vandaag. En bij jullie ontstond het idee om de saxofoons te musiceren die door de familie Kessels in Tilburg gemaakt werden. En zo houd je tot op de dag van vandaag het mooie stukje geschiedenis van onze stad levend. Want buiten dat je een muzikant bent in hart en nieren, heb je ook Tilburg in je hart gesloten. En Tilburg jou.
Niet alleen heb je een stempel gedrukt op het muziekonderwijs, maar zeker ook op de muziekcultuur in onze stad. En dan noem ik meteen één van jouw bekendste muziektheaterproducties, namelijk de Volksopera Willem II in 1992, ter gelegenheid van de 200ste geboortedag van koning Willem II. Maar ook schreef je muziek voor de Tilburgse film The Phoenix Mystery en van maar liefst 9 Tilburgse revues was je de muzikaal leider en de componist. En het was tijdens de eerste revue, Kannen en Kruiken, dat je het lied De Nauwe Heuvel schreef met tekst van Ad Vinken. Een lied dat je zelf graag uit volle borst meezong. Want naast saxofonist, klarinetist en pianist, dames en heren, hij is ook nog een goede zanger. Liever noem je jezelf een muzikant. Ik zie dat de omgeving daar iets anders over doet, maar dat is toch echt wel wat wij hebben gehoord. Je zingt met ziel. Nou, dat is ook wel misschien het enige dat telt. Zingen zonder ziel lijkt nergens naar. Nee. Met dezelfde Ad Vinken heb je nog meer liedjes geschreven. En vaak ontstonden die tijdens de maandelijkse avonden die jij presenteerde in het Schouwburgcafé, begin jaren 90, onder de naam Laurent van der Zande ontvangt. Het zou zo op de tv. En in 1997 won je ook nog de Ad Vinkenprijs. Een prijs die wordt uitgereikt aan mensen die een bijzondere bijdrage leveren aan de kleinkunst in Tilburg. En die prijs is bij jou meer dan op zijn plaats. En van de ervaringen die je had opgedaan bij de Tilburgse Revue, heeft de Musical Factory van het Factorium in de beginjaren veel profijt gehad. En 5 jaar lang was je de arrangeur en dirigent van de jaarlijkse einduitvoeringen. En het is dan ook mede aan jou te danken, alweer, dat Tilburg met de Musical Factory en de muziektheateropleiding van Fontys regelmatig wordt genoemd en aangeduid als de stad waar je moet zijn als het om de muziektheateropleiding gaat. Precies. En dan wil ik het toch ook nog graag even hebben over Paradox, waarvan jij in 1974 medeoprichter was. En inmiddels is dat ook in het rijtje de plek waar je moet zijn als het gaat om de jazz en de nieuwe muziek, nationaal en internationaal. En Laurent, met al die activiteiten in het Tilburgse culturele muzikale veld, was jij de man van het eerste uur en degene die het initiatief nam. En van jongs af aan ben je iemand die altijd op zoek is naar vernieuwing, zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt en graag buiten de lijntjes kleurt. Toevalligheden en slordigheden brachten jou bijvoorbeeld juist vaak op ideeën voor nieuwe composities. En volgens mij past dat heel goed in het DNA van onze stad. Ik loop het risico dat ik niet helemaal volledig ben met het opnoemen van al deze dingen. Misschien heeft u ook al heel veel van die zaken gehoord die Laurent allemaal heeft gedaan. Maar in de communicatie ligt de kracht bij de herhaling, zodat u het maar weet. Deze man heeft dat allemaal gedaan. 1 ding wil ik nog graag noemen. En dat is iets wat misschien niet iedereen die hier aanwezig is weet. Je hebt namelijk in de ruim 42 jaar bij Factorium ook nog een museum opgericht. Jawel, dames en heren. En dat museum, dat bevindt zich hier in dit gebouw. In jouw kamer. Ruim 4 decennia geschiedenis is daar te vieren. Aan muren, kasten, vitrines, op de grond, tussen de hoekjes, op de hoekjes, op de stoelen, stapels boeken, partituren, instrumenten, foto's en aandenken. Een vrolijke chaos waartussen jij, alleen jij, feilloos de weg weet. Het zal nog heel wat voeten in aarde hebben om het lokaal weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen, vrees ik. Maar goed, veel succes zou ik zeggen. Het weerspiegelt jouw verleden, maar misschien ook wel wie je bent. Een bevlogen docent aan wie honderden leerlingen hun muzikale carrière te danken hebben. Een muzikant in hart en nieren en een man die heel veel heeft betekend in het culturele veld van Tilburg. 14 juni is het zover, dan ga je officieel met pensioen. En dat doet me meteen denken aan dat lied dat je zelf ooit schreef voor de Tilburgse Revue. Een beeld van een stad. Revue, ik kan het niet uitspreken, dames en heren. Revue de verdriet. Ik spreek helaas met Tilburgs dus. Ik weet zeker dat velen zich nauwelijks een voorstelling kunnen maken van een Factorium zonder Laurent. En dat velen verdriet zullen vuren door jouw verdriet. En voor al diegenen gloort er misschien ook wel wat hoop aan de horizon. Want ik heb begrepen, Laurent, dat je ondanks dat je wel plan hebt om het rustig aan te gaan doen, je wel blijft spelen met het Kessels Quartet. En ik schat zo in
dat je dan hier en daar je ook nog wel met een aantal andere dingen gaat bemoeien. En gelukkig maar. We willen je helemaal niet kwijt. We zijn je dus ook niet kwijt. Dat is goed. Dat is goed voor ons en goed voor jou. Beste Laura, voor alles wat je hebt betekend voor het muziekonderwijs en voor de muziekcultuur van Tilburg wil ik vandaag mijn waardering uitspreken. En die waardering, die spreek ik ook uit namens het gemeentebestuur. En daarbij hoort ook het Stadspaard, een echte Tilburgse blijk van waardering. Beste Laura, het is mij dan ook een groot genoegen dat ik jou namens het college van burgemeester en wethouders de Tilburg-trofee mag overhandigen. Van harte gefeliciteerd.